En de start is gevallen. Start valt. Eén deelnemer begint met een galoppade. En dat leek de nummer 4 te zijn. Beer Di Girifalco. En Jeluna wilde graag de leiding hebben. Maar dat gaat net niet lukken. Aan de binnenkant is Pols net iets sneller met Karin. Karin aan de binnenkant. Jeluna aan de buitenzijde. Derde plaats daarachter is voor Christy Scott. Galoppade daarvan de favoriet. Dat is Kiss Rhythm Flevo. Kiss Flevo Rhythm. Net andersom. Verliest daar wat terrein. En valt terug naar de voorlaatste plaats in het peloton. En de leiding is inmiddels overgenomen door Jeluna. Jeluna leidt. Karin ligt tweede. Aan de buitenkant komt nu Kameraad heel hard naar voren. Christy Scott gaat hier op dit moment voorbij. Die lag derde, die ligt nu vierde. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Opening 1.15.8. Kameraad gaat heel hard, terwijl in de start van het veld ook weer aangesloten is Impressive Boko. En ook die gaat gelijk door in het tweede spoor. En Kameraad neemt nu de leiding over. Kameraad Jeluna. Aan de buitenzijde schuift de 7 weer op. Kiss Flevo Rhythm komt op plek 3. Even kijken Bakker naar binnen of hij daar naar binnen wil. Maar dat wil hij niet. Daarachter aan de relingzijde volgt Karin. En achter Karin, terwijl de 4 Beer Di Girifalco wordt uitgeschakeld. Achter Karin volgt dan aan de buitenkant Impressive Boko. Ook in het tweede spoor onderweg nu Kees Kamminga met Times HR. En zo zijn de paarden voor de tribune. We hebben nog een ronde te gaan. Kameraad leidt. Kameraad loopt hard. 18 rond de tweede 500 meter. Weer een galoppade van Kiss Flevo Rhythm. Wordt weer naar de buitenkant gebracht. Uitgeschakeld nummer 7. En nu is hij uitgeschakeld. En zo zijn we zonder de favoriet de laatste ronde ingegaan. Kameraad aan de leiding. Jeluna ligt tweede. Derde plaats daarachter is voor Karin. De eerste paard aan de buitenkant komt nu dichterbij. Is Impressive Boko. Daar gaat onmiddellijk de trainingsgenoot achteraan. Christy Scott. En aan de binnenkant is geswitcht Times HR. En dat zijn de paarden die nog redelijk kansrijk in de koers liggen. Paarden zijn in de rechte lijn overzijde. Kameraad met een lengtevoorsprong wordt daar wakker gehouden door Patrick de Haan. Dat moet ook, want aan de buitenzijde komt Impressive Boko nu dichterbij. Jeluna ligt nog steeds op plek 3. Dat is verrassend. 16-6e tussentijd. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Aan de buitenzijde komt nu Karin in beeld voor plek 3. En ook de 3 pakt het bit nog even op. Times HR. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. 2 paarden lopen weg bij de rest. En inmiddels zijn die ook halverwege de Tjarda-bocht. Kameraad aan de binnenkant. Aan de buitenkant Impressive Boko. Derde ligt nu Karin. Impressive Boko zet nog een keer aan en is nu helemaal naast Kameraad gekomen. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Kameraad aan de binnenkant, Impressive Boko aan de buitenzijde. Karin ligt derde. Het duel om de winst gaat tussen de nummers 1 en 2. Waarbij de 1 aan de buitenzijde nu overneemt. Impressive Boko. Impressive Boko heeft een halve lengte voorsprong. Kameraad komt nog wel een keer terug aan de binnenkant. Impressive Boko houdt die halve lengte. 13-3 over de laatste 500 meter. Kameraad wordt tweede. En de derde plaats is denk ik nog net aan de buitenkant voor Christy Scott. Maar dat scheelt weinig.